Het is druk, het is nu hectisch. Er zijn nog 2 dagen te gaan. Maar we liggen goed op schema. We zijn nu bezig met de toiletten die overal neergezet moeten worden voor de vrijmarkten aan het uitventen. Nou, je ziet ze hier al staan. Maar dan is er weer iets bijzonders. De eerste lading is gebracht. Maar de wagen die nu onderweg is naar Amstelveen, die heeft een ongeluk gehad op de A9. Dus gelukkig alles goed met de chauffeur. Dat is het belangrijkste, denk ik altijd maar. Het gaat maar om toiletjes, laten we er eerlijk in zijn. Maar goed, dat is weer wachten op de tweede lading, hoe we dat weer gaan regelen. Dus links, rechts bellen met de leverancier. En die worden straks weer ingereden. En dan gaan we die alsnog neerzetten. Dus dat zijn zo van die bijzonderheden waar we mee bezig zijn. De gemeente is overal voorbereiding aan het treffen om de hekken al neer te zetten. Zodat die overmorgen of morgen eigenlijk al op de juiste plekken gezet kunnen worden. Kortom, we zijn volop in de running op dit moment. Nou, als het goed is zal de Amstelveen daar zelf niet zoveel van merken. Want het is toch al op zichzelf een drukke stad waar van alles gebeurt. Maar wij hebben het goed in de smiezen. En ik ben blij dat het op schema loopt. En nou, we zijn er klaar voor. En wanneer worden de wegen die afgesloten gaan worden, wanneer worden die afgesloten? Nou, dat zal allemaal gebeuren in de nacht van dinsdag op woensdag uiteraard. Vlak voor de vrijmarkten. Maar dan worden alle hekken 's nachts neergezet. Precies op de juiste plaatsen. En dan wordt eigenlijk deze hele zone van de Amsterdamse weg wordt afgesloten voor het verkeer. En er is alleen maar vrijmarkt in deze omgeving. Het wordt één groot feest. Het wordt één groot feest, daar ga ik vanuit.